Nou, ik heb een aardige trap in de benen, maar ik heb op een aantal voorgaande beelden gezien van de keeper dat hij ver in de verre hoek staat. Dus dat is wel iets wat ik van tevoren al wist en ik dacht, ik doe het gewoon. Het was met voorbedachte raden. Ja, ja. Ja, Julian Baas, zakelijke 2-0 zegen op MVV. Tevreden mee? Over de eerste helft kunnen we denk ik niet tevreden zijn. Ik zelf erg slordig en ik denk nog een aantal andere spelers ook erg slordig. Tuurlijk krijgen we wel 2 of 3 grote kansen die we gewoon kunnen maken dan. En dat we dan nog 2-0 winnen in de tweede helft met prima goals. Denk ik dat wel lekker is om toch zo winnend af te sluiten. Ja, ik wilde je er even aan herinneren inderdaad dat je de eerste helft niet je beste was. Maar nee. Dat had je zelf ook wel door. Nee, ja, tuurlijk. Dat voel je in het veld ook hartstikke goed. En je speelt een beetje slordig. Ik weet niet, een beetje onwennig. Ik weet niet waar het ineens vandaan kwam. Misschien ook dat ik een beetje in het moment blijf hangen als ik een paar slechte ballen speel. Maar dat is wel iets waar ik vanaf moet. En dat is wel een leerzame les voor de volgende keer, dat ik gewoon vanaf het begin weer gelijk er moet staan. Is ook niet heel gek toch, op jouw leeftijd, dat je dan nog zo'n eerste helft speelt? Nee, ja, tuurlijk. Maar ja, als je de drie voorgaande wedstrijden ziet waar je het wel gewoon goed doet vanaf de start. En dan is het raar dat je ineens matig begint in een eerste helft. En daarom des te lekkerder dat je dan een vrije trap binnenschiet. En dat is voor mezelf alleen maar lekker. Ja, want wat is er in die rust gezegd? Want jullie komen heel sterk uit de kleedkamer. In de rust natuurlijk ook besproken dat we gewoon rustig moeten blijven en de kansen af moeten maken als we die krijgen. En vooral de middenvelders zuiniger aan de bal en betere keuzes maken. Meer kantwisselingen, wat rustiger aan de bal. En ik denk dat we dat de tweede helft prima hebben gedaan. En daarom hebben we 2-0 gewonnen. Vrije trap van jou van toch wel een metertje of 25. In de korte hoek de keeper te machtig. Is dat echt een wapen van jou, een vrije trap? Nou, ik heb een aardige trap in de benen. Maar ik heb op een aantal voorgaande beelden gezien van de keeper. Dat hij ver in de verre hoek staat. Dus dat is wel iets wat ik van tevoren al wist en ik dacht, ik doe het gewoon. Het was met voorbedachte raden? Ja, ja. Hoe blij ben je dan als je je eerste goal, het eerste van Excelsior maakt? Ja, ik denk dat wel te zien is aan hoe ik aan het juichen was. En dat is vol overtuiging neem je die bal. En als die er dan in vliegt, dan is het hartstikke lekker en gewoon kippenvel momentje. Ging er daarna iets om in de ploeg van, oké, deze is in de tas, want 3 minuten later is het 2-0. Heb je dan zo'n gevoel van, dit geven we niet meer weg? Dat denk ik wel. Ik denk dat zo'n goal toch erg belangrijk is voor de spirit in het team, zeg maar. Dat je toch even lekkerder erin komt. Ja, en daarna een counter met Dylan die goed naar binnen snijdt. En vervolgens Elias die hem heel goed afrondt. Eerste thuiszegen van het seizoen. Eerste keer de nul dit seizoen. Ja, ik zou bijna zeggen alleen maar positieve punten vanavond. Ja, als je het zo opzomt, dan zou je zeggen alleen maar positieve punten. Maar toch nog wel een leerzame wedstrijd met veel verbeterpunten.